Tja, het is toch wel apart om je eigen naam in het gebedspunt van vandaag te zien. Simon, een broeder van jou en mij, die 1,5 jaar in de gevangenis zat. Stel dat vervolging ook in Nederland aan de orde van de dag zou zijn. Dan was ik die Simon misschien wel. Dan had ik dus 1,5 jaar in de gevangenis gezeten om mijn geloof in de Heer Jezus. Gelukkig voor mij en mijn gezin is dat niet zo. Toch ben ik me vandaag extra bewust van het feit dat we in ons land de Heer Jezus in vrijheid mogen volgen. Hoe ga jij met die vrijheid om? Hoe ga ik, de Nederlandse Simon, met deze vrijheid om? Zullen we vandaag onze vrijheid, die voor ons vaak zo vanzelfsprekend is, gebruiken om voor de Simon van het Arabisch Schiereiland te bidden? Dat hij, ondanks de periode in de gevangenis, blijft vasthouden aan zijn geloof in de Heer Jezus. Dat hij veilig mag zijn, samen met zijn familie. Bid je mee?